wind. De wind pakken eerst een eerste boom, krijg grip op de volgende en dan krijg je zo'n kettingreactie. Alle bomen zo over elkaar heen. Je kan het gewoon zien, uit het noordwesten vandaan, alle bomen onder de boom. Gewoon een windgat erin. Laat je deze staan, ga niet met de volgende storm op om. De wind krijgt de grip op, de bomen zijn niet gewend, onderluwd en gegroeid. Ja, en dan komt het vrij en dan waait het om.